Tientje Duizendpoot kijkt uit het raam. Het regent. Dat vindt Dientje niet leuk. Na een uurtje is het droog. Dientje holt naar Moe Duizendpoot. Ze roept, Moe, ik wil naar buiten toe. Ik wil mijn schoenen aan. Ik heb nu geen tijd, zegt Moe. Je bent een grote meid. Doe het zelf maar. Dat is nog een hele klus. Eerst moet Dientje nog alle veters losmaken. Ze is al bij schoentje 222. 223. Dat krijg je ervan als je je schoenen niet losmaakt voor het uittrekken. Eindelijk, schoentje 1000. Wat doet Dientje Duizendpoot nu? Ze gaat op haar rug liggen. Met veel moeite doet Dientje haar sneakers aan. Ze begint achteraan bij schoentje 1000. Dan schoentje 999 en schoentje 998. Daarna de sneaker 997. En helemaal op het eind schoentje 2 en sneaker nummer 1. Gelukkig helpt Moe Duizendpoot met het strikken van de 1000 veters. Want dat kan Dientje nog niet zo goed. Door de regen staan er allemaal plassen op de stoep. Dientje probeert voorzichtig of ze in een plas kan staan. Dat gaat best. De plas is niet diep. Wat verderop is nog een plas. Die is vast ook niet diep. Dientje springt er met al haar 1000 voetjes in. Maar deze plas is wel diep. Haar schoentjes verdwijnen er helemaal in. En al haar 1000 sokjes worden kletsnat. Dat voelt niet fijn, want al haar voetjes worden koud. Dat vindt Dientje niet leuk. Snel rent Dientje naar huis. Moe Duizendpoot vindt het niet leuk dat Dientje 1000 natte sokjes heeft. Ze trekt alle schoentjes en sokjes uit. Moe Duizendpoot hangt de sokjes aan een lijn te drogen. Daar hangen ze, wel 1000 natte sokjes. Je hebt laarzen nodig, zegt Moe. Moe en Dientje Duizendpoot kijken op de iPad. Dientje mag zelf de kleur uitkiezen. Wat is dat moeilijk? Uiteindelijk kiest ze voor de rode laarsjes. De volgende dag stopt er een grote bestelauto voor de deur. Die zit helemaal vol met schoenendozen. Een uurtje later is Dien al druk bezig haar nieuwe laarzen aan te trekken. Dat kan ze helemaal zelf, want er zijn geen veters. Ze is al bij laarsje 997. Dan laarsje 998 en helemaal op het eind laarsjes 999 en laarsje 1000. Buiten liggen er nog steeds plassen op de stoep. Dientje Duizendpoot springt zomaar in een diepe plas. Dat vindt Dientje leuk. En het geeft niets. Want haar voetjes en sokjes blijven droog. Dat komt door de mooie rode laarsjes. Maar dan wordt Dientje moe. Snel wandelt Dientje weer naar huis. Dientje gaat naar bedje toe. Uitgaande 1000 laarsjes en uitgaande 1000 sokjes. En de hoed en de oorbellen. Daar ligt Dientje Duizendpoot. Lekker in haar bedje. Ze krijgt een beetje jeuk aan het derde teentje van pootje 333. Even krabben, een geeuw en Dientje slaapt. Welterusten Dientje Duizendpoot. Tot de volgende keer.